Wij hadden dus een idee en we willen onze twee huizen gaan behouden voor ons pensioen. En die willen we gaan verhuren. En daarnaast willen wij ook een nieuwbouwwoning kopen. Wat voor hypotheek was dan passend daarbij? En zo kwamen dus, die vraag hadden wij en gingen we naar de hypotheekshop om te vragen van ja, hoe kunnen we, in welke situatie konden wij dan zowel een nieuwbouwwoning kopen, gefinancierd, en een woning behouden voor verhuur. En zodra wij vragen hadden dat het snel werd opgepakt, ja, met name voor zo'n investeringshypotheek moet je toch veel documenten aanleveren voor de bank. En ja, soms hadden wij daar vragen bij van waarvoor is dat en wat voor documenten is er nou precies. En die vragen die werden snel opgepakt. Ja, Justin en Svenny die kwamen bij mij voor een verhuurhypotheek. Ze hadden zelf een plan gemaakt om hun oude woningen, want ze hadden allebei een eigen woning, te gaan verhuren. En vervolgens samen een nieuwe mooie nieuwbouwwoning te kopen. Nou, dat is een mooi plan, dat is snel bedacht. Het is alleen maar wat moeilijker uitvoerbaar. We moeten altijd goed kijken bij welke partijen kunnen we zo'n financiering aanvragen. De meeste banken die willen helemaal niet dat een woning wordt verhuurd. Dus daar hebben we vooral naar gezocht en uiteindelijk gevonden. Dus het plan is geslaagd. Ze hebben nu inmiddels hun eigen nieuwe woning aangekocht. En de oude woningen zijn allebei in de verhuur gegaan.